Daar drie bronzen stierwinnaars van de afgelopen periode. In het midden René Trost voor de beste trainer. Links Michael La Rosa, het beste talent. En rechts Tom Dame, de beste speler. Een prachtige derde periode voor MVV. En iedereen die vanavond verkleed naar het stadion kwam, mocht gratis naar binnen in de Geuzelt. Dit is in de 13e minuut. De hoekschop voor de thuisploeg. En het is uiteindelijk de Nigeriaanse spits Dozumu die de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zet. En de jarige van de ploeg gepasseerd. In de tweede helft. MVV, de betere ploeg in de eerste helft. Dordrecht komt aan het begin van de tweede helft sterk uit de kleedkamer. Dit is Koster. Verlengen van Cecilio Lopez. En daar is Kwekel. Die schiet die bal prachtig binnen. En zo is het na 54 minuten gelijk. Het zevende doelpunt van het seizoen voor Erik Kwekel. Dan MVV weer. Met Damen. Ruimte voor het schot. Geblokt. Daar Esaias. Esaias. En dan is daar Voorjans. En die zorgt 20 minuten voor tijd voor de 2-1 voorsprong voor MVV. Beide ploegen dus met een uitstekende reeks bezig. Laatste 6 duels won MVV er 5. En ook Dordrecht won er 5. Hier prachtig steekballetje van Hieften op invaller Borgers. En dan is het 3 minuten voor tijd. 3-1. En beslist Borgers het duel. En wint de ploeg van René Trost met 3-1 van Dordrecht.